Dit jaar zal het in november 5 jaar geleden zijn dat Wannes van der Velde overleden is. De Antwerpse artiest die vooral bekend is om zijn volksliederen. Theatergezelschap Comar brengt nu al een eerbetoon met de voorstelling Gilgamesh. Een van de weinige toneelstukken die hij heeft geschreven. Hij herwerkte dit oudste scheppingsverhaal tot een moderne satire. Het theaterstuk Gilgamesh wordt 8 keer gespeeld in Theater aan de Stroom. Gilgamesh gaat over hoogmoed, vriendschap en het aanvaarden van de dood. Van de Velde herschreef het in het Antwerpse dialect met het nodige gevoel voor humor, wat bij dit gezelschap volledig tot zijn recht komt. Oorspronkelijk was het stuk bedoeld voor het poppentheater, maar ook op de scène komt de boodschap goed aan. Hij stoort zich niet om tegen heilige huisjes te schoppen. En hij laat zowel de culturele situaties, de machthebbers, het gewone volk, en alles stelt hij in vraag en laat hij ons zien eigenlijk hoe die zaken soms mis kunnen lopen eigenlijk. En op een ludieke manier laat hij dat zien aan de mensen. Het hele oeuvre van Wannes van der Velde barst van de maatschappijkritiek. Zijn eerste liederen ontstonden uit boosheid ten aanzien van de sloop van de oude stadskern van Antwerpen. Hij was altijd heel erg begaan met wat er leefde in de stad. Maar boosheid was zeker niet zijn enige drijfveer. Waarom hebben jullie dit stuk gekozen? Ten eerste omdat het van Wannes van der Velde is en dat ik een speciale band heb met dit stuk. Ik heb het ooit zelf gespeeld. En daardoor zijn Wannes en ik eigenlijk vrienden geworden. En ik vind het ook een heel mooi stuk, een ongelooflijk mooi verhaal. Want als je het stuk nu ziet en je leest een tekst of hoort een tekst, dan kun je alleen maar zeggen dat Wannes een visionair was. De muzikale erfenis van Van der Velde wordt nog steeds in leven gehouden. Zijn andere teksten komen echter weinig aan bod. Voorlopig zijn er ook geen andere toneelhuizen die iets doen ter nagedachtenis van deze Antwerpse klepper. Daarom besloot Freddy met deze voorstelling zelf het initiatief te nemen. Zou hij tevreden zijn met de voorstelling vanavond? Ik denk van wel. Ja, ik ben eigenlijk overtuigd dat hij tevreden zou zijn. In de speelsheid die we gebruiken in dit spel, daar gaat hij zich graag in wentelen. Absoluut. Het zit op de proef van Gilgamesh. Ik